Hier in het huis van Marianne en Arnold Verbist worden jonge moeders opgevangen. En daar zijn ze dag en nacht mee bezig. Hoe zijn jullie eigenlijk op het idee gekomen? Doordat een meisje in de kerk bij ons van 16 jaar zwanger was en geen opvang had. En toen hebben wij aangeboden om bij ons in huis te komen. En daarachter hebben wij ook gehoord dat er zoveel meer behoefte was aan opvang. En toen hebben we gedacht, oké, dan gaan we daarop inspringen, maar dan gaan we een ander huis starten, zodat ik meer meisjes kan opvangen. Die situatie is soms echt heel schrijnend, dat een meisje volledig alleen staat, verstoten is door familie, verstoten door vriend. Dat ze soms binnenkomen bij ons met zo'n klein zakje met kleren en echt verder niks hebben. Ik begin altijd met ze gewoon ook te accepteren voor mij. Jij bent gewoon de persoon die bij mij komt. En we gaan kijken, goh, hoe kan ik jou opvangen, hoe kan ik met jou verder, waar gaan we aan werken. Wat ik ze graag mee wil geven is vertrouwen. Vertrouwen in zichzelf, dat ze het best kunnen. Vertrouwen dat ze de toekomst tegemoet kunnen gaan. En vertrouwen dat ze met hun baby een hele mooie, hoopvolle toekomst kunnen hebben. En wat heb je van haar geleerd? Ja, liefdevolle dingen. Ja. Gewoon echt liefdevolle dingen. En is dat nieuw voor je? Ja, eigenlijk wel. Ja. Ik heb een andere wereld gezien. Dat iedereen wel heel vriendelijk is en heel lief en met je meeleeft. En je echt wil helpen een veilige plek te geven. Ja. Ik ben zelf tot bekering gekomen toen ik in een hele diepe depressie zat. En dan was het ook zo fijn dat de mensen rondom mij waren die met mij, ja, naar mij omkeken en mij een heel stuk begeleid hebben. Mm-hmm. Mij met open armen ontvangen hebben. En ook dat God mij zo met open armen ontvangen heeft. En als ik nu een stukje van die liefde mag doorgeven aan mijn meisjes. En het is niet gespeeld, het is niet gemaakt, het is niet te moeten, maar het werkt door me heen. En ik denk dat ik zo, zo ontvang ik mijn dames. Ja, en ik vind ze zo kostbaar allemaal en ik hou echt van ze. Even bij. Marianne, met een grote glimlach. Ja, mooi om te zien, hè? En je houdt ook echt van ze. Want dat zag ik ook aan je, dat zie ik nog steeds aan je. Ja, ik hou echt van die meiden. Het zijn echt allemaal van die kostbare, mooie meiden die een moeilijk leven hebben. Die de keuze gemaakt hebben om hun babytje zelf te willen houden, op te voeden, te koesteren. Het zijn sterke meiden en ja, ze zitten in mijn hart. Ik zie het. En waar komt die liefde vandaan? Ik denk van God. God heeft mij ook zelf zo lief gehad. Hij heeft mij zo met open armen ontvangen, wat ik ook al zei. En wat kun je dan meer doen dan liefde doorgeven? Dat liefde mag stromen naar een ander toe. Mooi. Hoe lang doe jij dit werk al, Marianne? Bijna 8 jaar. Bijna 8 jaar. En hoe lang ga je er nog mee door? Dat weet ik niet. Nee? Dat hou je open? Ik hou het open zolang ik gezond ben. Dan kan ik doorgaan. Nou, je hebt door de jaren heen zoveel vrouwen opgevangen. En we hebben een verrassing voor je. Hier zijn een aantal vrouwen die jij destijds letterlijk met open armen hebt ontvangen. Marianne, hier zijn de dames. Geef ze een groot applaus met hun kindjes. Ja, dit is een groot weerzien natuurlijk. Wat zien jullie er mooi uit? Je mag een bloemetje geven aan Marianne. Geef maar. Ja, mooi. En draai jullie even om, dan kunnen de mensen jullie ook zien. Ja, wat een verrassing. Ja, Marianne, dat had je niet gedacht, hè, Marianne? Hoe is dit? Overweldigend. Dat jullie de moeite gedaan hebben om te komen. Ja. Fantastisch. En dan ga ik heel even naar Isabel. Het is een gezellige drukte hier. Ik ga even met jou praten. Want jij bent dus destijds ook bij Marianne geweest. Wat heeft ze voor jou betekend? Ja, ze heeft ons gewoon met open armen heeft ze ons ontvangen. En ik heb een hele mooie tijd gehad. En we zijn nu gewoon lekker ons eigen huisje, ons eigen dingetjes. En het is gewoon fantastisch. Ja. Mooi werk. Het leven weer op de rit. Mede dankzij. Marianne. Ja, zeker. Marianne is onze begin van ons geluk die we nu hebben. En ja, het is gewoon super. Ja. Heel mooi. Hoe is dat om te horen, Marianne?
Wat zeg je? Dat je, je bent helemaal onder de indruk, hè? Oh, dat geeft helemaal niks. Hoe is het om te horen dat ze zo blij met je zijn? Ja, dat is natuurlijk fantastisch, hè? Daar doe je het niet voor, maar het is wel een compliment en iets van... Oké, we gaan er verder voor. En het is voor mij echt dat God dat in mij geeft. Dit ben ik, dit doe ik. En dit past bij jou. Met alle plezier. En zo mooi om die meiden te zien. Daar doen we het voor, hè? Geef eens een groot applaus. Jij mag nog even lekker met z'n aankletsen hier.